aan de kant. De volgende gast is motormuis Romy. Ja, motorrijden is voor mij toch wel een hoogtepuntje, een lichtpuntje in mijn leven. Omdat ik toch wel echt al zeker 10 jaar kamp met mentale problemen. En het gevoel van vrijheid, dat geeft motorrijden mij. Hoi. Hallo Romy, wat fijn dat je er bent. Ja, blij dat ik er mag zijn. Hi. Ja, tuurlijk. Wat zit jouw haar cool? Dank je wel. Van jou prachtig. Dat staat je goed. Dank je wel. Het is niet de eerste keer dat Romy het restaurant van de liefde bezoekt. De vorige keer was Tim de date van Romy. Hey. Hi, Romy. Tim. Hey. Hoi. Dat je er bent. Ja, het is wel. Zit je er lang? Nee, een paar minuutjes. Ja. En wat heb je besteld? Cola. Cola, okay. Hoi. Hoe gaat het? Het gaat goed. Gelukkig. Een beetje gezonde spanning, maar... Alweer? Ja, het blijft spannend. Ja? Wat dronk je de vorige keer? Cola. Cola. Ik wil graag een radler, 0.0. Radlertje, top. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Ja, nee. Niet in romantische zin. Nee, dat... Heb jij dat ook? Was dat voor mij ook niet, zeg maar. Nee. Ja, ik ben terug en het is bekend terrein. En ja, ik vind het toch nog steeds wel spannend. Want je weet alsnog niet wat je te wachten staat. Hoe is de... Wat doe jij nu? Ik ben nu vooral bezig met sleutelen aan motoren. Echt het verbouwen. En heel veel rijden. Customizen en zo. Ja, customizen. Ja. En is er qua daten nog wat gepasseerd in de tussentijd? Ja, ik ben wel sinds first date wat actiever bezig geweest met daten. Maar het is allemaal niet uitgebloeid in liefde. Nee. Wel vriendschap aan overgehouden. Dus dat is ook mooi meegenomen natuurlijk. Zeker wel. Ja. Maar nog niet die ware, hè? Niet de ware. Nee. And now for something completely different. En ze luistert naar de naam Sophia. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. Ik heb best wel een uitbundige persoonlijkheid. En daardoor vinden mensen mij snel raar of heftig. Ik ben heel erg geobsedeerd met clowns. En ik vind het echt geweldig om helemaal clown make-up te doen. Ik hou ervan, ja. Make you my own. Padam, padam, padulidam, poeh. I wanna be loved by Hallo. You. Hallo. Hi. Oh, meid. Fantastisch. Hallo, Sophia. Hi. Nou, toen Sophia binnenkwam, er kwam echt wel iemand binnen. Het is gewoon een prachtige verschijning, dus ik was er wel even... Ja, een beetje van onder de indruk. Thank you. Alsjeblieft, kom. Hi. Hi. Ik ben Romy. Sophia. Hoe? Sophia. Romy? Ja. Nice to meet you. Zie er prachtig uit. Thank you. Wat een verschijning. Oh, dankjewel. Oh my god, ja. Ik vind jou ook wel echt... Je mag er wezen, hoor. Oké, okay. Dankjewel. Ik vind je piercings ook echt heel cool. Ja, jij hebt er ook wat. Super. Ja, ik heb echt overal piercings. Oh. Ben je zenuwachtig? Ja, wel een beetje. Jij? Ja, ik ook, hoor. Het is echt onwennen. Hi. Hi. Welkom. Je dacht, ik doe mijn meest compacte hakken aan, dacht jij. Ja, ik dacht, laat ik het even makkelijk maken voor mezelf. Dat wel. Top, hè? Goeie entree. Alsjeblieft. Ja, nou, ik ga sowieso aan de drank. Even die spanning weg. I love me some alcohol. Ik kom ook gewoon van een feest af. Nu net? Ja, in de ochtend, ja. Oké, okay. Ja. Je hebt doorgehaald. Ja. Maar we gaan gewoon verder, weet je. Even kijken. Welke is zoet? Qua cocktail? Ja. Sex on the Beach is lekker zoet. Doe maar Sex on the Beach. Dat is goed, ga ik maken. Ik zat helemaal te stressen van ja, wat ik die persoon niet leuk vind. En dan moet ik zeg maar doen alsof ik dat wel vind. Dat vind ik heel erg kut. Maar ja, pleasantly surprised. Thank you. Proost. Nou. Cheers. Proost. En ook. Bezig met like... Ja, spiritualiteit en zo. En like, ook sterrenbeelden horen daar wel bij. Dus ik vind het altijd wel echt leuk om te weten wat iemand is. Okay. En ik vind het ook wel heel erg leuk. Zijn jullie zover? Gaan jullie met me mee? Ja. Ja.
Mag ik je stoel pakken? Oh, dat! Nou. Thank you. Het hoort ook helemaal bij je. Wow. Ja, precies. Oh, yes. Oh my god. Waar ga ik dit zetten? Ik zou hem niet daar op tafel. Ik breng de hele tafel, joh. Maar zag je hoe die tafel bewoog? Ja. Wat zit daarin? Geniet ze. Oké. Oké. Wat fancy. Shit. Ziek uit. Je ziet er prachtig uit. Stop. Jij ook. Dankjewel. Ik vind haar ook echt geweldig. Dank je. Echt heel leuk. Even goed gedaan voordat ik hier kwam. Even mijn uitroep bijgewerkt. You can tell. It looks really good. Het doet me een beetje denken aan Jolandi. Altijd als ik uitga of zo, krijg ik minimaal 5 keer de vraag van, ken je die antwoord? Echt? Weet je waar je op lijkt? Het kut. Want ik had eerst ook mijn wenkbrauwen geblondeerd. Mm. En toen was het echt heftig. En dit ook opgeschoren, dus... Was ik dan. Mm-hmm. Oh, het is 4 voor 4. Kijk. Dat is een sign. Dit is het teken, toch? Het is letterlijk het nummer van de liefde. Mm. Het is echt zo. I'm not making shit up right now. Nee, ik weet het. Ja, dat Sophia zich ook bezighoudt met spiritualiteit is natuurlijk wel heel erg fijn. Want veel andere mensen die vinden het meer zweverig of raar. Maar eigenlijk is het voor mij tenminste heel normaal. Maar wat is je eerste indruk van mij? Ja, I'm impressed. Echt? Ja. Ik ben ook wel impressed. Ik had sowieso geen verwachting, maar jij overtreft alles. Nee, oh, dat is echt heel lief. Ik heb een bloemetje voor jou. Oh, dank je. Helemaal meegenomen voor jou. Zelf geplukt ook. Ja. Nou, ze ruikt ook lekker. Ja? Ik ruik soms hier. Oh, god. Like, wat zijn een beetje jouw... Het is echt zo'n kutvraag, maar wat zijn een beetje dingen in het leven die je doet? Like, studeer je, heb je hobby's, bla bla bla. Studeren niet. Ik heb wel een modeopleiding gedaan. Oh, sick. Maar ik doe helemaal niks meer met mode, zeg maar. Nee. Qua kleding maken of zo, dat niet. Ik ben nu vooral bezig met motoren. Motorrijden echt? En sleutelen. Ja, je motor? Zo. Ja. Mag toch erop? Tuurlijk. Yes. Oh my god, dat vind ik. Oh my god, dat is echt cool. Oh, dankjewel. Maar zet je die ook zelf in elkaar en zo? Ja. Thank you. Ik ben echt nu mijn droommotor aan het bouwen, zeg maar. Oh. Wat ziek. Ja. Ik ben echt die bitch die gewoon, met de lipgloss. En dan komt hun zo aanrijden met die motor. En I'm like, hi. Ja, dat is gewoon een soort van die vibe. En gewoon, ja, ik vind dat zo attractive. Ja, echt hoor. Ik ben ook op de motor gekomen. Oh. Of je hem hebt zien staan? Nee, maar ik wil hem wel zien. Ik kan straks wel. Oh my god, echt? Tuurlijk. Oh my god, zo leuk! Maar is het niet fucking heet nu? Nou ja, als je op snelweg is prima toch? Ja. Maar ik kom het centrum in hier en dan sta je voor je stoplicht en dan smelt je gewoon van je motor af. Dus heb je een pak aan of ga je gewoon zo? Nee, ik heb wel een jas erover aan en nog een trui. Altijd als ik praat over van ik wil een motor, dan zie ik mezelf helemaal met mijn minirokje en deze hakken, motorrijden. Just to look cute and be hot. Maar dan denk ik, ja nee, want als je op je bek gaat en je hebt niet zo'n pak aan. Je huid is er af hoor. Dan ben je toch flink de lul. No. Dat moet je niet hebben. Maar hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben 23. Oh. Zo ben jij. Wat denk je? Ik denk dat je wat jonger bent. Ik ben wel wat jonger, maar niet veel jonger. Mm, 21. Ja. Okay. Oh my god, ik vind het leuk dat je ouder bent. I love that. Dan voel ik me gewoon zo van... Ik snap wat jij bedoelt. Ik snap het. Ja. Ik ben all about... Ik heb nu een spiegel nodig voor mijn lipgloss. Oh my god, mijn haar zit niet goed. Ik hou ervan om gewoon girly en annoying te zijn.
hallo, I just love it. En ik heb het gevoel dat hun dat echt niet erg vinden. Ik denk dat hun dat heel leuk vinden aan mij. Een geheim schatkistje. Oh my god, ik wil het openmaken. Oh my god. De bil. En hartjes. Oh shit, ik ga bijna dood. Oh. Is dat mooi? Jij bent mooi. Jij bent mooi. Nou, het moment van de waarheid. Jullie elkaar nog een keertje zien? Ik denk dat we wel moeten. Ik denk dat we nog heel veel te bespreken en te doen hebben. Nou, ik denk van niet, helaas. Grapje. Jawel. I'll take you on another date. And then the cost is on me. Ah, kijk eens. Ja, period. Ik vind het een goede deal. Ja. Hij is gelukt. Thanks. I'm intrigued. Okay. I'm curious. So, en ik vond de date heel leuk. Ja. Zal ik je tasje even pakken? Ja. Ja. Thank you. Ik ben echt benieuwd wat erin zit. Nou, mag ze dat weten? Misschien. Misschien. Misschien zometeen. Oh, je bent heel veel van plan. Nou, gezellig. Ik wil ook. Ik ben echt een gentleman. Ja, dat had ik nog niet eens gevraagd. Like, wat zijn je pronouns? Die en diens in het Nederlands en DDM in het Engels. Oké. Leuk, hè? Leuk. Soms schiet Cupido de tweede keer lekker aan. Lekker.